De eerste keer, dames en heren, zijn we eens buiten de grenzen gekomen van onze eigen gemeente Stijn. We zitten namelijk in het kasteelpark in Born. En dat door en voor niks. We hebben een hele poos geleden al ons het een en ander mogen vertellen over de bever. De zat toen in Eilse, daar zit dan nog trouwens. We hebben een ander dier als slachtoffer gevonden, de marter. En daarvoor zijn we naar het kasteelpark in Born gegaan, want daar zit een heer Mix. En de meneer Mix, daar hebben we toch heel wat van te vertellen. Meneer Mix, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik heb al aangekondigd, dus de verwachtingen liggen al hoog. Er werd heel wat te vertellen, dus de markten proberen het eigenlijk over hebben. Dat is eigenlijk dat hier, wanneer we over kallen, dan is dat ook verjaardagsfeestjes en woorden dan ook allemaal. En dan komt dan altijd dat negatieve verhaal van de wat dat kapot maakt. De markten besteedt eigenlijk niet van de verschillende soorten. Ja, dit proberen we te hebben, is de steenmarter. De boommarter is er ook, maar dat komt dus hier niet zoveel voor. Het is ook voornamelijk in de bosje en dergelijke. De steenmarter heeft zich meer aan de lui aangepast. En dan voornamelijk in de woningen, de verspelmoeren, de daken in en dergelijke allemaal. Kippenhokken. Ja. En daar vult hij zich wel toe. Dus daar komt ze eigenlijk, komt ze meer, zal ik het zo zeggen, komt ze meer binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom? Nou, het is passend makkelijk aan. Ze noemen hem ook wel de stadsmarter, ja. In de volksmond. Omdat er dus heel een keer bij de lui is. Er is altijd het eten, makkelijk natuurlijk, hè. We gooien alles weg, lees achter de hek. En daar komen die op af. Dus dat is een van de dingen wat er, ja, dat gaat het eigenlijk bij altijd doen. Hè. Of we het nu over watten hebben of over watten ook. Daar waar voedsel te vinden is, ja, dan vreugt ze erom dat die dieren komen. Nu hebben we natuurlijk allemaal kippen en noem maar op. De eieren daarvan zal er allemaal met liefde en plezier meenemen. De eieren niet alleen, de kippen ook. De kippen ook. De pak de kippen ook. En dan, ja, we moeten niet alleen dat pakken, we hebben gewoon de ganse winters door weer vogel voren. Hè? En die vogel die gaan nog niet meer van de oude tuinen. Ook die kregen allemaal nisjes met jongen en dergelijke. Dus wat zou dat machtrijk uit gaan zoeken, dat heeft hij genoeg te vinden. Ja, dus datgene wat we zo goed bedoelen, dat kent ook dus in dit geval tijdens van werken. Zeker. Want eigenlijk de machter werkt hij eigenlijk niet toe. Want de machter komt eigenlijk uit Oost-Europese landen en dergelijke. Misschien nog veel buren naar Eurasie en dergelijke. Daar komt de machter vanaf. Hij leeft hier natuurlijk al jarenlang. Kijk eens ook dat er in Nederland wel leeft, maar voornamelijk langs de oostgrens. Dus van Drenthe tot in Limburg, voornamelijk langs de oostgrens, daar hebben we de meeste last van de machter. Ja, het is een dier die nogal een behoorlijke familie heeft. Hè? We kennen de bunzing enzovoort. Zijn dat echt families? Is dat echt familie dan? Ja, de familie is de bunzing, de hermelijn, maar ook de das en de otter. Dat is eigenlijk de familie van de marter. Ja, en even zo'n schieten als een natuurlijke vijanden, want dat is heel vaak het probleem. Hè? Dus zo'n dieren dan geen natuurlijke vijanden hebben. Die heeft hij hier wel? Moeilijk. Moeilijk. Weer hebben we één in die zitten, de werd er nogal te vinden. Toevallig vandaag heeft onze links. We hebben er drie, linkse. Hij heeft toevallig in de marter gevangen. Kunt ons vuilig, zoals hij niet geregeld, een keer of drie, vier hebben we noemen een dode marter in het verblijf gevonden van de linkse. Ja, wat, dan kun je dus naar de mensen toe, daar vind je dus een voedsel enzovoort. Wat deed er dan in die auto's? Nou, in die auto's, dat is voornamelijk gebeurd dat in het late vuurjaar. En dat zijn heel dik zijn het jong dieren. Die eigenlijk nog niet het verstand van hebben van wat moet ik nu gaan eten. En die proberen eigenlijk alles te eten. Dat zijn echt de hoofdzaken van de martervradende auto's. Dus als we eigenlijk die verdorgenhoven mee bezig zijn, dan zullen we dat proberen marter niet opgelost krijgen op deze manier. Dat gaat niet drukken. We kennen moeilijk een hoop linksen en vooral gaan lossen. Nee, dat is moeilijk natuurlijk. Hè. Dus in de linksen is sowieso is misschien wel een deer wat die oorspronkelijk heeft toegescheurd. Ja. Maar je hebt er zorgen van zijn hier dat van de marter kwijt zijn, dat zal wel even niet lukken. Nee. Hier heb je hier ook een marter zitten? We hebben geen marter, we hebben wel een arts. Dat is ook een keer familie van hem. Is alleen een nars heeft ja, veel korte peurtjes en is ook gedrongen naar zijn marter. De marter moest er pakken is ongeveer zo groot, een kat. Ja. Als er op afstand lukt, dan weet ze niet of het een kat is of een jonge vos of zo. Als alleen als ze zegt van het lopen van hem is tamelijk huppelen. Ja. En daaraan kan ze dus zien dat er een marter is. En dat checkt hij om zich heen, kijken en zo. Plus natuurlijk die witte vlek wat er op de borst zit, dat voelt nogal heel goed op. En mag hij onder de nachtdieren zetten of zet hij toch maar onder het schemer? Nou, hij is een schemerdier. Schemerdier. En dan natuurlijk, want hij weet zich niet goed hoe ze houden, dus hij is niet bang. Ja, we hebben hier natuurlijk ook veel last van de marter.
Vogeltjes die de peutjes weer in hoed getrokken en dergelijke. We hebben gewoon nu verjaardag geboet, heeft er op die van een paar weken heeft er toch wel weer slachtoffers gemaakt. Die hebben we weggekregen door een machinewerper met bewegingsmelder achter het verblijf te zetten. Ze gaan als ze dus nu in de buurt kunnen, dan gaat de machinewerper er aan. En sinds die tijd hebben we totaal geen last meer van de marter op die plek. Ja, ik zie wel eens van zo'n apparaatjes, dan, dat geeft dan een geluid of inderdaad een flits of wat dan ook. En dan is natuurlijk de grote vraag, ja, moet ik zoveel ervoor betalen, maar hulp het ook. Hulp het? Ja, dat moet je aan de marter volgen. Ik denk van niet. Ja. Dus ja, ik heb altijd het gevoel van, dus als misschien de ene marter wegjagen, maar de andere niet. Die dieren zijn ook verschillend, hè? Ja, het is een territoriumdier. De marter, die leeft alleen. En dat is een territorium. Ze gaan als ze een marter dus bewijzen van spreken wegjagen of wegvangen, wat eigenlijk niet mag, want dat is een beschermd dier, dan kun je maar een andere. Dus eigenlijk zorgen we degene wat we hebben, moeten het aanmaken. Ja. Daar blussen we vanavond, daar blussen we vanavond. Want dan kun je gegarandeerd in een uurtje als hij weg is. Ja, dan schutsen dus in principe schutsen we eigenlijk niks meer op. Ja, Toes, je geeft dat al aan in de spoormuren en zelders en dergelijke. Als dat daar zit, wat viel er te doen? Er veel weinig te doen. Zorg dat ze alle gaten goed toe is. Met kippengaas toe duw je en zwang heb je voornamelijk onder de daken en dan willen de lunen wel eens, zeker de oude hoezen, die zijn open. Dus dat kan ze toe duw je met verjaardig rode zorgen allemaal. Maar als ze eenmaal in de spouw op zitten, ja, dan, als het goed is, dan zou ze het gaten kunnen toe duwen, anders kost het me nog heel weg. Ja. We gaan gewoon eens kijken wie dat dan bij de auto's zit, wie we een door kunnen bestrijden. Dat kwam ook niet met laatst die vallen, dat wordt gewoon nog een garagebedrijf om dat even te verloren. Keer in ieder geval alvast hartstikke bedankt voor de bijdrage. En ik zou zeggen, succes met de Marter Boetenau. Dank je, daar gaan we door. Goed zo. Marters en spoormoeieren hebben we het al over gehad. En ja, meestal hebben we het toch over die marters als ze weer in de auto hebben gezeten. Dat is altijd een probleem. We hebben nou een garagebedrijf. We zijn het garagebedrijf op het autoring gegaan. We komen door Miguel Vaassen tegen Miguel. Regelmatig zal dat werk opleveren, die marters? Dat levert inderdaad regelmatig werk op. Dat is natuurlijk niet altijd even prettig voor de eigenaar van de auto. Want ja, je kunt soms ook wel gigantisch in de kosten lopen. Ja. Als je zegt gigantisch in de kosten, wat bedoelt ze? Ja goed, dat kan soms van de 40, 50 euro tot een paar honderd euro wel oplopen. Ja. Afhankelijk wat er natuurlijk kapot bent. Hè. Ja. Slangen is er een liefhebber van. Hè. Dun slengsters, dikke slangen, isolatie, kabels. Ja, dat vind ik allemaal zeer interessant. Ja, dat is eerst al. Hij vindt het zeer interessant. Hij maakt het kapot. Verder deed er eigenlijk niks meer. Hè. Nee, want ik heb het idee als je het kapot hebt, je weet dat dat als een doel bereikt is, dan vind je het wel goed. Ja, dan vind je het goed, dan is het weg. Dus is, ja, regelmatig, is dat eens per week of hebben ze wel, toch wel meer van werk? Ja, soms heb ze één in een week, soms twee, drie, soms een paar weken niks. Ja, het ligt ook een beetje aan het seizoen. Wie, kijk, als het wie een zomerdag, dan is dat, naar mijn idee, is dat actiever als in een winterperiode. Ja. Zijn er nu bepaalde dingen waar ze zeggen van ja, daar heeft er nu het meeste voor. Ik pak eens even een voorbeeld, ik heb al eens dikker gehad. Ja, die Japanse auto's, daar hebben ze vegolie in die kabels gedaan, of vegmeel, weet ik veel wat dat is. Werd dat tot het fabeltjes rijk? Ja, er waren gewoon heel veel fabeltjes rond. De Zuzwaal bij bepaalde merken, modellen, auto's, dat er toch jeldek hetzelfde kapot werd. Maar dat is geen garantie, want bij mijn auto bitter gaat kapot. En doe op zichzelf de auto en bij die bitter gaat niet kapot. Dus. Ja, het blijft natuurlijk een vraag wat er allemaal deed en wat ja. We er allemaal kunnen boetspoken. Ze zeggen nog wel eens de warmte van de motor, maar dat is ook geen werk van meer dan een paar zoveel. Nee, het is natuurlijk, hij heeft het geen warm, dus ja, Kums gaat later op de avond toe, probeert ze ook te boeten. Ja, dan vind je het prettig om onder die motorkap in te kropen. En ja, hij is vliegens vlug. Ja, en dan nestelt er zich daar en dan ja, gaat er in de gang. De hebzelfs, dat heb ze me verteld in een voorgesprek, en ze in een auto die gaat er zat, dat kwam compleet met Marter en ander binnen. Ik heb ze inderdaad een binnen gehad, en zat de Marter nog onder. Ja. En het was gewoon zomerdag, 3 uur middags en meneer zat nog ook met de motorkap. Ja, dan is hij ze even aan te kijken. Ja, dat leed zich even zijn tijdje in, dan ben te blazen wie een kat en dan ja, kan ze mijn beste maar gauw boete zetten. Ja, gauw de deur open en inpakken wegwezen. Ja. Zeg maar nu even het anders Miguel, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, het gegeven dat er was in de motorcrypt, dat is zo. Het gegeven dat er nogal eens aan allerlei kabels zitten knagen, is ook zo. Wat kan je er nu eigenlijk tegen doen? Ja, wat kan ze er tegen doen? Door gewoon ook de wilste verhalen van ja,
hondshoren, tot wc-bluxjes, tot het urineren over de motor. Ons visie is eigenlijk dat ze het beste kunnen doen, als ze hem niet kunnen binnenzetten, ruis te maken, dat wat redelijk tussen de wielen voor zit, niet te kort en ook dat het goed onder de auto ligt, gaas eroverheen. En dat is in onze ogen de beste remedie om hem te weren. Dus allemaal die klikdinger en die lampjes en die fluitdinger en noem maar op, allemaal wat we hebben. Ja, de ene machine wel, de andere niet? Misschien bij de ene wel, maar bij de andere niet. Ja, het Wester is in onze ogen de beste oplossing en de goedkoopste oplossing. En alleen ja, dat is wel iedere dag werk met mijn strongen leggen dan goed. Ja. Ik wou net zeggen, want dan is het natuurlijk wel het Wester. Ja, het Wester moet wel precies goed liggen. Het moet precies goed liggen, ja. Dus dat betekent een auto neerzetten, even kijken of het rooster goed ligt en dan pas naar binnen. En dan pas naar binnen, ja. Dat is niet leuk als het regent. Dat is niet leuk als het regent. Dan houdt voor de druig weer. Miguel, dankjewel. Alsjeblieft.